Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele grote unboxing van Pretty Little Thing. Een paar weken geleden, maandje geleden of zo, anderhalf maand geleden, ik weet niet. Heb ik ook zo'n video gemaakt en die wordt heel erg goed ontvangen door jullie. En ik kreeg weer een mailtje van Pretty Little Thing of ik weer 10 items wilde uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan en die ga ik vandaag lekker aan jullie laten zien. Over 2,5 week, als jullie deze video zien, anderhalve week, ga ik als het goed is op vakantie naar Italië. De tickets zijn al geboekt, maar je weet natuurlijk nooit wat er in 2,5 week kan gebeuren. En daar heb ik ook wat leuke dingetjes voor uitgezocht. Dus ben je nou benieuwd wat ik allemaal heb uitgekozen bij Pretty Little Thing? Blijf dan zeker kijken en als je er zin hebt, doe dan af en toe een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Oké, het is echt een mega grote zak. Ik heb vooral heel veel jurkjes en zo ook uitgekozen. Ik dacht leuk voor de vakantie. En ook 2 bikinis. En naar 1 bikini ben ik echt super benieuwd. Dus daar ga ik mee beginnen. Het is dus een bijpassende bikini. In een beetje een grijs-blauwige kleur. En dit is het broekje. Het is een beetje zo'n hoog uitgesneden broekje. Wat heel erg mooi zo bij je taille zit. Ik vind dat echt heel mooi. Oh, het kurkje is hier af. Maar ik heb deze in een maatje 36, dus een maatje 8. Ik vind bij Pretty Little Thing heel moeilijk om de maten in te schatten. Maar van de bikinis heb ik gewoon mijn eigen maat genomen. En van de meeste kleding items ook. Tenzij ik erbij zag staan dat de model een kleinere maat had, dan heb ik ook een kleinere maat genomen. Maar van deze heb ik dus gewoon een maatje 36. En ik ben echt heel benieuwd hoe deze staat. Ze hadden dit broekje ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond deze grijze kleur wel mooi. In combinatie met de top die ze erbij hadden. Want de top hadden ze niet in iedere kleur. Dat is deze bikini top. Het is niet heel handig om mee te zonnen. Maar ik vond hem gewoon zo gaaf staan op dat model. Dat ik dacht, ik moet deze gewoon hebben. Het is dus een beetje de vorm van een shirtje. Alleen dan, ja, in een bikini vorm. Aan de voorkant kan je hem vastmaken met zo'n strik. En aan de achterkant is die gewoon helemaal dicht. Deze heb ik ook weer in een maatje 8. Dus ook weer in een maatje 36. Dus dat is dit setje. En hier ben ik echt heel benieuwd naar. Op dit model stond die zo mooi. Dus deze. Ik twijfel nog een beetje om bikini beelden in de video te doen. Maar ik denk dat ik het wel gewoon ga doen. Want als iemand een bikini laat zien, wil ik ook weten hoe die staat. Dus ik denk wel dat ik het ga doen. Maar hou lekker je commentaar voor je als je het niet eens bent met mijn lichaam. Ja, dat. In ieder geval deze bikini. Oké, de eerste bikini heb ik aan. Ik ga het niet helemaal laten zien. Omdat ik er gewoon toch een beetje ongemakkelijk van word. Om mezelf helemaal in bikini te filmen. Dus ik laat alleen eventjes de bovenkant zien. Maar er staan altijd linkjes in de beschrijving van de items. En daar zie je het model wel die de hele bikini aan hebt. Dus kan je daar gewoon goed op zien. En ik zal er deze zomer echt nog wel een foto mee plaatsen. Dus dan zal je het vanzelf ook zien. Maar filmen vind ik gewoon, ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, dit is dus de top. Het is natuurlijk niet heel erg handig met zonnen met die mouwtjes. Maar ik vind hem wel gewoon heel erg leuk om gewoon een dagje naar het strand aan te doen. Dus dat is deze. Dan nog een bikini. En deze leek op de site wel een iets andere kleur. Hij is hier echt donkergroen. En op de site leek hij iets meer, ja, iets lichter neongroen of zo. Maar dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Dus gaan we ook openmaken. Deze heb ik ook weer in een maatje 8. Als eerst dit de bandeau. Er zitten verder geen pads in of zo. Dus echt alleen een, ja, lapje stof, zeg maar. En ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. Maar het heeft dus een beetje een ribbelstofje. Wat ik echt heel erg mooi vind. Dus die. En daarbij heb ik ook een bijpassend broekje. En dat is een beetje zo'n hoog uitgesneden broekje. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Wat ik wel vind bij deze bikini, althans ik denk dat dat gaat gebeuren. De binnenkant is wit. En heel vaak krijg je dan zeg maar zo'n wit uitstekend randje als je hem aan hebt. Maar dat gaan we zo meteen zien. Maar dat is in ieder geval deze. En deze broekjes hebben ze ook in super veel kleuren. Gisteravond zat ik op de Pretty Little Thing site zelf te kijken. En toen kwam ik nog 2 hele leuke bikinis tegen. Dus misschien dat ik die nog ga bestellen voor Italië. Maar ja, dat is ook dus zo'n broekje. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Hij valt ook weer een beetje in je kont, dit broekje volgens mij. Maar ook weer niet te. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. Het is ook wel een heel erg mooi kleurtje, denk ik, voor als je echt lekker bruin bent. Dus die. De groene bikini, die zit echt heel erg mooi. En ik vind de kleur eigenlijk leuker dan ik had verwacht ook. Topje zit wel een beetje strak. Terwijl ik hem gewoon in mijn eigen maat heb. Maar daardoor blijft wel alles gewoon lekker op zijn plek zitten. En het is niet dat hij lelijk snijdt of zo. Broekje zit ook echt heel erg goed. Wat ik zei over die witte randjes, zeg maar, dat je dat zo zou zien. Dat heb je helemaal niet. Dus dat is heel erg fijn. Dan gaan we over naar dit topje die ik heb besteld. En als je mijn vorige keer Little Thing shop nog hebt gezien, dan weet je dat ik een hele lange flowy broek heb besteld. Met oranje en een beetje wit. En er zat ook een bijpassende top bij. Alleen die was echt veel te groot voor mij. En nu zag ik dus op de site deze top voorbij komen. En die hadden ze dus ook gesteld met die broek. Dus ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk om die dan ook daarbij te stylen, zeg maar. Deze heb ik in een maatje 6. En dat is dus een maatje 34. Omdat vorige keer had ik dat topje dus in een 8. En die was echt veel te groot.
En deze kan je zelf strikken. Dus ik dacht, nou, dan doe ik gewoon een 6. Dan valt die vast wel goed. Maar het is dus dit kroptopje. En aan de bandjes hier heeft hij van dat mooie volant. Zit ook elastiek in. Echt een heel leuk topje. Aan de voorkant kan je hem dus strikken met een knoopje. Dus je kan hem zelf zo strak of zo losmaken als je zelf wilt. Zometeen bij de aanbeelden zal ik ook wel die broek erbij aantrekken die het model aan had. Dan kan je een beetje zien wat ik bedoel. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Maar deze ook gewoon leuk met een, hoe heet het, rokje of zo. Of een spijkershortje lekker voor naar het strand. Heel erg leuk deze. En deze heb ik dus in maatje 34. Dit is de witte top als ik hem aan heb. En dit is de broek die ik erbij bedoelde. Als je mijn vorige Pretty Little Thing shoplog heb gezien, dan kan je deze misschien wel herinneren. Maar dit is dus in ieder geval de top. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Hij zit wel een beetje gek, want het is zeg maar de ruimte waar je arm in kan is maar heel klein. Of ik heb gewoon hele dikke armen, dat kan ook. Maar ja, ik vind hem verder wel heel erg mooi. Hij schijnt denk ik wel heel erg door. Ik heb er nu gewoon een bralette onderaan. Maar ik zou deze niet zonder BH kunnen dragen. Misschien met een mooie strapless BH, maar op zich met deze bralette eronder kan het ook wel gewoon. Dus dat is deze. En ik vind hem ook echt heel erg leuk gecombineerd op deze broek. Ik moet deze broek trouwens wel echt korter laten maken voordat ik naar Italië ga. Want ik wil hem heel graag mee. Maar hij is gewoon echt veel te lang. Dan iets wat mij leuk leek voor over mijn bikini heen trekken. Deze heb ik ook weer in een maatje 6. Ook weer maatje 34. Volgens mij had ik deze in een maat 6 gekozen omdat de 8 uitverkocht was. Maar ik denk dat de 6 ook wel moet passen. Dit is dus een beetje zo'n soort kimono. En ik vond die kleur echt heel mooi. Een beetje zalm. Met groen en oranje. En ja, die vond ik wel echt heel erg leuk. Wacht, ik zal de voorkant even vastmaken. Kijk, zo zit hij dan aan de voorkant. Kan je hem zo vastmaken. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon los laten hangen. Maar wat mij bijvoorbeeld dan weer heel erg leuk leek, was met een spijkershortje. En ik heb een badpak van Gooseberry. En die is dus ook een beetje dat groene wat hierin zit. Dus leek me dan leuk om dan dit eroverheen te dragen. Stel dat je naar een strandje gaat, een stukje verderop. Dan wil je wel gewoon een soort outfitje aan. Je wilt daar ook niet in je naakje naartoe lopen. Dus dan leek dit me heel erg leuk. En deze heb ik dus in maatje 34. Dit is de korte kimono top. Ik heb hem eventjes aangedaan met een spijkershortje. Want zo zou ik hem denk combineren. En dan een leuke bikini of badpak eronder. Die heb ik er nu niet onder aan. Dus ik heb hem hier eventjes helemaal dicht gemaakt. Maar ik vind het printje echt heel erg leuk. Die kleuren zijn ook echt heel mooi. En je kan hem dus ook nog dan gewoon open dragen. Of een beetje over je schouders heen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dus dat is deze. En ik heb dus een maatje 6 hiervan. Maar die zit in principe eigenlijk wel prima. De mouwen zijn ook gewoon prima. Dus ik had denk ik geen maatje groter hoeven nemen. Ik vind deze ook echt heel erg leuk voor Ibiza of zo. Als dat doorgaat. Dan zie ik hier iets wat ik niet had uitgekozen. Ik had het wel uitgekozen, maar in een andere kleur. En ik vind deze kleur eerlijk gezegd ook niet heel erg mooi. Maar ik zal maar even overmaken. Ja, dit is ook niet helemaal mijn kleur, moet ik je zeggen. Maar het is dus zo'n hele grote flannel. Zo'n houthakkersblouse. Ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk voor naar het strand. Voor over mijn bikini heen te gooien. En ik had hem dus in een pastelgele kleur uitgekozen. En dat vond ik wel echt zo'n leuk strandkleurtje. Maar ik heb dus de oranje gekregen. Dus ik ga eventjes een mailtje sturen of ik die misschien nog kan omruilen. Of dat ik deze gewoon retour kan sturen. Want ik weet dat ik deze toch niet ga dragen. Want dit is niet mijn kleur. Maar in ieder geval die. Ze hebben nog veel meer kleurtjes. Ze hadden dus ook een hele leuke gele. En die leek me echt heel, heel, heel erg leuk. Dus ja, nou ja, deze. Niet die ik had gekozen, maar wel een heel... Het voelt wel echt aan als een lekker stofje. En het is ook wel mooie kwaliteit. Dus het is wel een mooie blouse, alleen gewoon niet echt mijn kleur. Dus die. Dan is dit die oranje blouse. Als ik al zei, is dit gewoon niet echt helemaal mijn kleur. Maar de stof voelt wel echt heel erg lekker aan. Dus ik hoop dat ik hem misschien nog kan ruilen voor een ander kleurtje of zo. Want ik vind deze wel echt heel erg leuk zitten en leuk vallen. En ja, de maat is ook echt perfect. Alleen het is gewoon de kleur wat niet echt mijn ding is. Maar verder vind ik hem wel echt heel erg leuk. Je kan hem dus zo opknopen, maar je kan hem ook gewoon zo lekker los laten hangen. Of zo over je schouders heen. I really like it. En dan heb ik nu nog 3 jurkjes om aan jullie te laten zien. Als eerst een jurkje die jullie ook in mijn vorige video hebben kunnen zien. Ik had namelijk echt het allermooiste jurkje ter wereld gevonden op Pretty Little Thing uitgekozen. In een maatje 8. Alleen ik vond dat hij toch aan de bovenkant best wel groot zat. Dus ik heb hem nu in een maatje kleiner uitgekozen. In een maatje 6. In de hoop dat hij wel past. Ik vond het zo'n mooie jurk. En ik moest en zou hem gewoon in een maatje kleiner hebben. Dus ik heb hem weer opnieuw uitgekozen. En dat is dus deze. Het heeft een mooie V-hals. En in het midden is hij dan een beetje gedrapeerd, noem ik dat volgens mij. En dan heeft hij van die leuke ballonmouwen. Van gaas is die.
En bij de armen schijnt hij wel door. Maar bij het lichaam zit er gewoon een onderjurkje onder. Dus schijnt hij verder niet door. En ik heb hem nu dus in de maatje 6. In de maat 34. Want hij rekt echt heel erg mee. Ook hier als je hem aan hebt rekt hij heel erg mee. Dus ik hoop dat deze beter zit. Achter zit ook een rit. Dus daarmee kan je hem heel erg makkelijk open en dicht maken. En ja, de kwaliteit van deze jurk is gewoon echt prachtig. En daarom wilde ik hem ook zo graag gewoon opnieuw hebben. En ze hebben dus ook nog andere kleurtjes op de website. En toen dacht ik, ja, ik kan nu nog een bikini gaan kiezen. Want ik hou ook van bikinis. Maar ik vind dit gewoon zo'n mooie jurk. Dat ik hem ook nog in een andere kleur heb gekozen. Een beetje in een, ja, op de site heet die limoen. Ook deze heb ik weer in een maatje 6 gekozen. Oh, de stof hiervan voelt wel niet per se anders. Maar dit voelt iets stugger dan deze. Maar ik vond deze kleur zo ontzettend mooi. Als je echt lekker bruin bent en dan op vakantie uit eten gaat. Deze heeft ook weer precies hetzelfde gaas bij de armen. En bij het lichaam heeft hij er nog een onderjurkje onder. Deze heb ik dus ook weer in een maatje 34. Ik dacht, hoe leuk is dit voor Italië in de avond lekker uit eten als je lekker bruin bent. Rosa en ik die zijn van plan om, als het kan, in oktober een weekje naar Ibiza te gaan. Of 5 dagen. We gaan natuurlijk naar het HBO, dus daar heb je niet echt herfstvakantie. Dus we gaan gewoon kijken van wanneer we het rustig hebben. We hebben vooral alleen maar online les. En dan lijkt deze jurk me ook echt prachtig om er aan te trekken als we lekker uit eten gaan. Echt, met deze jurk ben ik zo blij. Die kleur is zo mooi. Misschien vind ik deze kleur nog wel mooier dan deze. Maar dit is natuurlijk iets gangbaarder. Maar echt, oh, heel mooi deze jurken. Oké, ik krijg de jurk niet helemaal met eentje dicht. Dus hij hoort hierboven nog wat strakker te zitten. Maar deze jurk zit echt zoveel beter. Een maatje kleiner. Ook die armen zijn wat minder. Het ging echt heel erg ophoop hier bij mij. Omdat ik gewoon heel veel stof over had. Maar deze zit echt veel mooier. En hij past echt perfect. Ik ben zo blij met deze jurk. De V-hals is ook minder heftig. Eerst was die echt een beetje tot hier. En toen dit echt heel erg open zo. Maar straks als dit natuurlijk zo nog dichtgerist wordt. Echt heel erg mooi. Echt heel blij met deze jurk. Dan deze kleur. En deze krijg ik ook weer niet helemaal dicht aan de achterkant. Maar het is wel echt oprecht een ander stofje. Deze is veel meer flubberig of zo. Die ander is wat stroever. Maar deze past ook weer echt perfect. En hij moet hier natuurlijk nog wat strakker straks. Als de achterkant helemaal is dichtgerits. Maar ook hier is het wel wat meer lubberig of zo bij die ander. Maar ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. En ook deze past weer echt perfect. En dat heb ik natuurlijk ook weer in een maatje kleiner genomen. Dus ja, hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Echt een mooie kleur vind ik dit ook. En dan weer als laatst. Het lijkt veel minder. Maar dat komt natuurlijk omdat ik 2 bikinis heb. En dat zijn al 4 items. Maar nog een jurkje. Deze heb ik in een maatje 6 ook weer. Maatje 34. Ik merk dat ik de meeste dingen wel een maatje kleiner heb genomen. Omdat vorige keer sommige dingen gewoon best wel groot uitvielen ook wel. Oh, heel leuk deze. Oh, kijk. Het is dus een beetje een crème kleurig jurkje met zwarte stippen erop. En aan de voorkant heeft hij een V-hals. En heeft hij van dat, ja, volant zitten. Hij heeft lange mouwen en aan de arm heeft hij ook weer van die schattige roezeltjes. En oh, ik vind deze echt heel erg schattig. Deze gaat ook sowieso mee naar Italië. Hij is echt lekker luchtig. Kijk, deze jurkjes zijn nog best wel dik omdat er natuurlijk een onderlaagje onder zit. Maar dit is echt alleen het jurkje zelf. Dus hij is echt super lekker luchtig. Dus deze. En dit is de laatste hier. Ik vind dat die roesjes wel een beetje gek zitten. En dit vind ik ook best wel open. Ik had het mooier gevonden als hij zo zat. Maar hij hangt een beetje zo. Misschien moet je die roesjes ook eventjes strijken of zo. Dat het dan wat mooier zit. Want kijk, deze staat echt helemaal open. Maar verder vind ik het wel een heel erg leuk jurkje. Gewoon even makkelijk voor over je bikini heen naar het strand of zo. Of als je op het strand zit en je gaat eventjes met een tentje wat eten. Dan is dit wel heel erg makkelijk om er overheen te gooien. Ik vind het alleen jammer van die roesjes dus dat ze zo staan. Maar op zich, als je dat misschien strijkt of zo. En dat was alweer alles wat ik van Pretty Little Thing heb mogen ontvangen. Ik denk dat ik van de week zelf nog eventjes 2 extra bikinis ga bijbestellen. Want ik heb zulke leuke gezien op de site van Pretty Little Thing. Dus ik denk dat ik die nog eventjes ga bijbestellen. En ik ga er eventjes achteraan, achter dat oranje blouse, of die misschien gewoon terug kan sturen. Want ik weet dat ik die toch niet ga dragen. Maar voor de rest ben ik echt super blij met alle items. Ik ga het zo meteen allemaal lekker passen. Jullie hebben dat tussendoor kunnen zien of het alles past. Dus ik hoop van wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En laat ook eventjes wat video ideetjes achter. Want ik heb nu alle tijd van de wereld. En ik heb ook weer lekker veel zin om extra video's te maken. Er komt binnenkort ook een koffer inpak video aan. Want ik ga natuurlijk dan lekker op vakantie. Dus ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. En dan hoop ik jullie snel te zien in de volgende video. Doei!